Hoi, goedemorgen. Het is wel lekker weer en daar, ergens helemaal daarheen, is het ontbijt. Mijn broer was dus gisteren en maandag vrij. Maar vandaag moet hij werken. Want hij zit hier zeg maar op zo'n... hij werkt zeg maar in een hotel voor zijn opleiding, stage ding of zo. En dan mag hij een half jaar naar het buitenland. En hij moet dus daar werken vandaag. En dat is best wel luxe. En het is volgens mij een van de duurste... De duurste hotels wat hier zit. Maar daar zitten we niet, want dat is gewoon echt niet te betalen. Maar we gaan daar dus op het strand zitten vanmiddag. Zodat mijn broer ons zeg maar serveert of bedient. Dus ja, dat is wel grappig. Maar eerst gaan we even ontbijten. Dus mijn broer komt zo meteen hier toe en die gaat dan extra als extra persoon zeg maar mee eten. En daarna gaan we gelijk door naar zijn hotel, Pauwase heet dat. En dan let's go! Loop je naar de auto en dan gaan we naar het strand waar Kees werkt, toch? Ja. Er staat veel wind. Het is echt heel groot, maar ik mag verder niet filmen, want dat mag niet ofzo, dus ja. Nu zit hier onder zo'n dingetje, maar... Oké, je hebt er dus een apart hoekje waar je bikini aan kan doen. En ik had dus mijn triangle bikini. Alleen, ik doe hem aan en wat gebeurt er? Ik probeer hem dicht te klikken en hij breekt af. Het is echt gewoon waardeloos. Dus ik heb nu gewoon weer de bikini aan die ik gisteren en eergisteren ook gewoon aan had. Ik heb er nog wel één bij me, alleen die heb ik niet mee. Dus ik ben blij dat ik een reserve mee heb genomen. Even wat drinken. En we gaan nu eerst even een beetje warm worden en daarna gaan we zwemmen hierin. Er staat heel veel wind, maar... Hier kan je opgaan, maar staat careful. Dus nou ja, we doen het gewoon. En dan zie je dit al. Ik ga er niet op staan. Het is nu 5:15 en iedereen begint zich een beetje met opruimen en zo van al die spullen. En mijn broer ook. En we moeten even op mijn broer wachten, want hij gaat zeg maar mee naar ons hotel. En ja, we moeten even wachten. Hij is bijna klaar met werken. Hij moet ook nog opruimen en zo. We hebben net lekker gezwommen in het strand van waar Kees werkt. En het was heel erg leuk en lekker. Ik ben wel een beetje verbrand op mijn schouders en zo. En op die randjes allemaal. Dus dat was wel een beetje een nadeel. Maar ik heb even gedoucht, want het was helemaal plakkerig en vies van het water en zo. En ja, ik heb deze nog op. Ik hou dit gewoon aan. Want dat is ook wat makkelijker met verbrande plekken en zo. Zo onderkin. Maar ja, we gaan dan zo meteen iets verder op. Hier zeg maar, als je hier naar beneden loopt, zit je bij het strand bij ons. En gelijk het restaurant. Alleen daar hebben we nog niet gegeten. Dus dan lopen we iets verder het strand op. En daar heb je nog een paar andere eettentjes zitten. En daar gaan we dan eten. En een vriend, studentachtig iemand van mijn broer, die eet ook mee. Dus ja, dan zie ik jullie waarschijnlijk daar. En als het niet aan toe komt met filmen, dan heel erg jammer. Maar ja, het is nu 12:30 en over een half uurtje is mijn moeder jarig. Maar ja, nou ja, we zijn dus uit eten geweest. Ik heb ze helaas niet gefilmd. Maar
Ja, het was haar, soort van live muziek. Dus er waren drie mensen die gingen zingen live. En dat was ook wel leuk, zeg maar, gewoon een beetje muziek. En daarna hadden ze een pauze en dan ging de DJ muziek spelen, zeg maar. En er kwamen precies meer mensen. En er was stoelen en tafels werden weggehaald. Maar ja, ik zit natuurlijk ook niet helemaal in de mood nu van hey party. Dus we gaan dus gewoon nog even hier zitten. En dan zien we morgen wel weer wat er morgen gaat gebeuren. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Doeg!